Vorige week heb ik in de Volwonder Academie lesgegeven over Quentin Blake, de bekende Britse illustrator die heel veel met Roald Dahl heeft samengewerkt. En een van de dingen die hij doet op dit moment nog altijd, is illustraties maken van mensen die niet bestaan. Hij begint gewoon te tekenen en hij noemt het illustration in reverse, waarbij dat dus normaal gezien bij een illustratie, een illustrator krijgt een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daar dan een afbeelding bij, een illustratie bij. Maar hier weet hij nog niks voor hij begint en hij begint gewoon te tekenen en de persoon ontstaat op het blad. Dus hij, ja, een beetje, ja, zonder vooropgesteld doel begint hij gewoon heel instinctief te tekenen. En ik dacht, ik ga dat ook eens proberen. En ik dacht, ik neem jullie mee. Ja, ik ben natuurlijk helemaal geen Quentin Blake. Maar ik vind niet dat omdat ik niet zo goed ben in iets als iemand anders, dat ik het daarom niet moet doen. Want je kan alleen maar beter worden door te gaan doen, natuurlijk. Dus, voilà. Ik heb dit boek gekocht. Quentin Blake, A Year of Drawings. Dit zijn portretten die hij maakte tijdens de lockdown. En dit zijn dus mensen die niet bestaan. En hij begon spontaan te tekenen. En dus deze mensen ontstonden, of deze figuren, deze personages, ontstonden aldoende. En dat is dat spelen, dat niet nadenken, dat niet op voorhand de verwachting gaan hebben en gaan vastzetten, dat wil ik nu ook gaan proberen. Dus voilà. Benieuwd wie er gaat verschijnen. Dat deze persoon een beetje misprijzend kijkt naar iets. Dus heb ik het gevoel dat er ook iets zichtbaar moet zijn waar deze persoon naar kijkt. Grote handen, maar maakt niet.